Yo, kijkers, mijn naam is Simon. Welkom bij alweer de vierde aflevering van de PSV-carrière. In de vorige aflevering hebben wij Luc de Jong verkocht. En hij heeft onze eerste drie wedstrijden, of twee wedstrijden, in de Eredivisie gespeeld. We staan nu op een gedeelde eerste plaats met Ajax en Roda. En we hebben nog heel veel transferbudget. We hebben nog 28,5 miljoen. We hebben al een speler geboden vorige aflevering, dat was Lukaku. En er stond iemand in een reactie die zei dat ik Duarte moest kopen. Dat ga ik waarschijnlijk niet doen, want ik denk niet dat hij echt in mijn team past. Ik wil trouwens jullie nog eventjes allemaal heel erg bedanken, want we hebben op dit moment misschien wel al bijna de 500 subscribers gehaald. En ik vind het gewoon zo vet hoe dit is gelopen. Het ging super snel. 3 maanden hebben we 500 subs gehaald. En ik hoop dat we dit wat we nu doen gewoon kunnen doorzetten. En dan zou, ja, hopelijk komen er nog veel meer subs uit later. En halen we misschien nog wel de 1000 of de 750. Er komt nog wat meer informatie over het kanaal aan. Dat zullen jullie maar eventjes voor moeten opletten. Want ik weet niet heel erg goed wat ik met de series moet doen. Want als ik 3 series doe op mijn kanaal, een serie op ShellXNL en dan komt een serie op TripX video's. Dat is een beetje lastig te combineren allemaal. Dus ik moet even kijken met welke serie jullie willen dat ik vooral upload. En welke serie ik het best makkelijkste vind. En ook het eigenlijk de beste kwaliteit vind hebben om up te loaden. Maar daar gaan we een andere video over. Laten we snel beginnen met de PSV carrière. Ik hoop dat we nog een berichtje krijgen. Oh, Lukaku. Ik ben de topspeler van mijn huidige club en heb geen zin om te gaan. Hij zegt wel dat ik het bod kan herzien. Dit betekent meestal dat hij gewoon meer salaris wil. Ik weet alleen niet hoeveel ik op Lukaku had geboden. Dat stond daar wel, geloof ik, hè. Maar als ik bijvoorbeeld op Lukaku gewoon maar iets van 25 of 26 miljoen zo heb geboden, dan kan ik me natuurlijk wel makkelijk kopen. Er staat, ja, 20 miljoen. Er staat niet bij hoeveel ik heb geboden om natuurlijk. Oh, wacht, staat hier nog, hè. 27 miljoen. Nou, daar heb ik niet heel veel aan. Ik weet niet of ik Lukaku dan nog kan kopen, want dit kan ik nog doen. En daar heb ik niet heel veel meer salarisbudget. Ik zal het nog een keer proberen. Ik had dan 20.000 meer dan dat ik dat net had. Dus ik kan nu wel 120.000, cruciale speler, 15% en 4 jaar. Dit is het maximum wat ik voor hem kan geven. Hopelijk komt hij nu wel. Want Lukaku lijkt mij een hele belangrijke speler voor mijn team. Omdat we op dit moment Embolo in de spits hebben die op zich ook wel goed doet. Ik ga Embolo trouwens heel even snel trainen. Embolo heeft op zich wel redelijk goede cijfers. 3D's en 2B's. Vooral die 2B's zijn goed. En dat zijn ook wel bij belangrijke dingen. El Rondo en perfect geplaatst. Maar op zich niet heel erg veel uit. We moeten wel een bericht krijgen van Lukaku. En anders gaan we gewoon natuurlijk kijken voor een andere spits. Maar eerst gaan we onze wedstrijd spelen, geloof ik. Ja, eerst gaan we onze wedstrijd spelen tegen NEC. Laten hopen dat we deze kunnen winnen. Want de NEC gewoon een minder goede club is dan ons. Ik hoorde trouwens iets op mijn sliders niet goed stonden. Laat even kijken. Want ik heb niks in die sliders veranderd, zoals je kan zien. 50-50. Ik zag dat op een video van ShellXNL ook staan, maar dit klopt gewoon niet. Ik scroll nog even onder toe, want ik weet eigenlijk niet zo heel erg super goed wat het allemaal inhoudt. Maar ja, ik geloof dat ik dit gewoon omhoog zet, zodat het dan beter wordt en het omlaag zet, bijvoorbeeld. Tot het minder wordt. Maar ja, heb ik niks aan gedaan, want ik zit er liever niet zo heel erg aan, want anders krijg je van die overpowerde dingen. Dan liet ze wel zin en we spelen gewoon met ons eerst, of zo met het tweede team. Ik speel met het tweede team eens een keer. Waarom niet? Ik begin met het tweede team tegen NEC. En nu weet je ook dat de sliders gewoon goed staan. En laten we deze wedstrijd maar gewoon proberen te winnen dan. Lokalia. Lokalia staat op de flank. Dat kan een voordeel zijn. Dat kan ook een nadeel zijn. Hier komt hij nog mooi langs. Lokalia is natuurlijk ook een sterkere speler. Dus misschien is het daarom een nadeel. Maar we komen hier meteen goed uit. Dat is 1-0 in de derde minuut. Omdat de bal wordt afgekaatst. En dan scoort hij Jorrit Hendricks. Of wie is dit? Dus kijk, hij doet een lekker dansje. En ik geloof dat het Hendricks is. Dit kwam allemaal door Lokalia. Ik zei nog op het begin van deze aanval. Van Lokalia staat op de flank. Dat kan een voordeel en een nadeel zijn. Omdat hij natuurlijk heel lang is. Hier past hij de bal goed naar binnen. Die speler 28, ik weet niet wie het is, speelt de bal goed door. En vervolgens scoort Jorrit Hendricks. Jawel hoor. Zijn eerste doelpunt. En daarmee staan we met 1-0 voor binnen 4 minuten. Oh, die bal gaat mooi op Sané hoor. En er ligt heel veel ruimte op de flank. Sané is dan ook best snel, merk ik nu. Want ik kon de speler zelf nog niet zo goed. Wil je naar binnen kappen? Speelt 2 spelers tegelijk uit. Speelt wel op zijn schaars. Die komt met een schot en die gaat net naast. Dus dat is binnen 10 minuten al 2-0. Oh, oh, oh. Hier ligt veel, veel ruimte van NEC hoor. Ze komen er soms wel een beetje uit. Hopelijk nu niet. Sterk verdedigd hier. Dan komt Brandt eruit. Speel op Lokalia en dan spelen we door bij Embolo. Oké, Lokalia, diepe bal op Embolo. Kom op, Embolo, sprint je eruit nu. Oh, heerlijke bal dit. Je speelt al je verdedigers weg en verlies je de bal uiteindelijk ook nog eens niet. Embolo heel sterk. Dus neem de balletje mee, houd de bal binnen hier. Tik hem op Brenet en nu moet hij in het centrum komen zoals dat net ook was. Alleen Brandt kan de bal dan niet doorspelen.
Verandert de bal op Hendricks. Hendricks terug naar Sané. Die gaat al terug op Hendricks. Kan hij dan ook zijn tweede maken? Boom! In de kruising. Heel veel druk voor de 16 van NEC zorgt ervoor dat eigenlijk bijna dezelfde goal als hij net ook viel weer valt. Opnieuw Jordi Hendricks. Opnieuw een paasje van Brandt op Hendricks. Uiteindelijk paas Sané en dan ook op Hendricks. En schiet Hendricks gewoon keurig binnen. In de rechterbovenhoek en staan wij 2-0 voor binnen de 40ste minuut tegen NEC. De eerste helft is afgelopen. 2-0 voorsprong voor ons. En laten we dit gewoon in de tweede helft volhouden. We zijn veel sterker dan NEC. Ze komen er soms wel een beetje uit via de flank. Maar de statistieken waarschijnlijk zo bekijken. Ze zijn veel sterker. Ik mis eigenlijk wel een beetje Lestien. Maar, oh, die staan in de wissel trouwens. Maar Sané is ook wel goed. Ik ben niet zo heel groot fan van Schaars. Ik sta dan allemaal gewoon uit. Sané op CVM zetten is geen goed idee. Dan zet ik Brandt maar op. Ja, dat is ook geen goed idee. Ach ja, fuck dat. We zetten gewoon Sané hier neer. Of we zetten Sané een beetje op CM. Dat zou wel goed komen dan. Zo, hup, Sané op CM. Dat kan allemaal. En laten we dan met de tweede helft beginnen. Oh, fuck. Oh, fuck. Dat ging zo snel. En Jeroen Zoet kon er niet veel in doen, want het is echt een kanonskogel die Jeroen Zoet op zich kreeg. En ja, dan staat er al 2-1. Maar ja, het zijn nog maar 30 minuten te spelen. Hier pakte hij de bal af van Sané. En ja, hier tikken ze de bal gewoon heel goed rond. Ik was kansloos. Heel goed voetbal van NEC. En Jeroen Zoet was uiteindelijk gewoon kansloos en kon de bal niet pakken. 2-1 staat het dus. Oh, nee. 2-2 in de 85ste minuut. Hoe kan dit nou weer gebeuren? Ik had de hele tijd de kansen en ik maak één klein foutje en boem. We slaan meteen toe. Zowel de hele tijd achter een ronde aan het spelen. Laten we snel proberen nog de 3-2 te maken dan. Lucadia, hij deed het op het begin ook. En moet ik wel hier omheen komen? Nog een inworp. Holy shit, ik wil gewoon die wedstrijd nou gewoon winnen. Hier komt Sané. We moeten wel naar het centrum spelen. Die komt ook aan. Balletje diep. Lukt ook. Op Paulsen. Komt met een schot op de paal. Voorzet dan. Een voorzet. Blijf alsjeblieft in het spel. Hendricks speelt de bal op Embolo. Nee. Ja, kom op. Het kan nog. Nee, de wedstrijd is afgelopen. 2-2, we waren zoveel beter. Maar eindelijk kregen we een grote kans. Nu schieten we helaas op de paal met Paulsen. Maar ik had wel het idee dat we bij de laatste kans misschien beter hadden kunnen afpassen op Lestien. Dan was het misschien 3-2 geworden. Maar ja, 2-2 tegen NEC. Ben ik daar tevreden mee? En het echt doet NEC het natuurlijk ook heel erg goed. Maar laten we even kijken naar de laatste aanval. Want hier zie je, Lestien staat helemaal vrij. Maar ik schoon met Paulsen. Die bal gaat de paal. En ik deed hem daarna heel snel voorzet. En het ging ook mis. Helaas dus 2-2 en niet 3-2 voor ons. We waren al een sterkere ploeg zoals je kan zien. Onze nauwkeurigheid van de pasen vond ik heel erg goed. Alleen ik vond de verdediging iets minder voetballen vandaag. Dus waarschijnlijk dat ik gewoon de volgende wedstrijd misschien dan toch weer met het andere team speel. Omdat ik de verdediging van het andere team gewoon een heel stuk beter vind. En ja, ik weet niet of ik zoveel verbetering heb aan Lukaku. Omdat ik Embolo ook een hele goede voetballer vind. Maar ik ben in ieder geval wel tevreden over het resultaat. We staan nog steeds tweede zoals je nu kan zien. Een transferbeen voor Adam Herr die we natuurlijk weg willen laten gaan. En ik denk dat Lukaku niet gaat komen naar onze club. Misschien moeten we dat een beetje aan ons hoofd gaan zetten. Ik wil voor Maher trouwens wel echt gewoon... Ja, 15 miljoen of zo is misschien wel erg veel. Maar rond de 13 miljoen zou ik wel voor Maher kunnen opvangen. Want hij is gewoon best wel nog een talent. Alleen hij gaat niet bij ons in de basis staan. Dus daar wil ik hem gewoon verkopen. Ik moet nu wel op zoek naar nieuwe spits. Ik ben eigenlijk een beetje... aan het twijfelen of ik dat wel heel erg wil. Omdat ik Embolo heb en Lucadia. Stel ik zou een nieuwe spits willen. Wie zou dat dan moeten zijn? Want ja, kijk, ik heb al een redelijk goed team. En ik kan natuurlijk ook gewoon met de winter een andere speler kopen. Maar zo, Moussa gewoon proberen te kopen. Moussa is gewoon ook redelijk goed. Ja, 10 miljoen, wat zou die waard zijn? Ja, ik weet niet wat die waarde is. Ik denk dat zijn waarde sowieso boven de 8 miljoen is. Dus ik denk 9 miljoen dat wel oké is. En dan ben ik op zoek naar een middenvelder. Een oudere middenvelder eigenlijk, want ik heb al best wel veel jongen, behalve Cuadrado natuurlijk op het middenveld staan nu. En meer een oudere, ja, hoe noem je dat, een routine middenvelder, die ik wel graag zou willen. Ja, dus iemand als Gerard, Lumpert, Pirlo, dat soort spelers. Hij is op zich wel interessant, want hij is... Ik denk dat ik Xabi Alonso ga kopen over 3 maanden. Dan heb ik hem over 3 maanden. En voor nu... Misschien nog een middenvelder. Ja, het zou natuurlijk wel altijd mooi zijn. Want middenvelders zijn heel erg belangrijk. Ik weet voor Tielemans. Ik ben heel erg fan van hem. En ik heb hem een keer een andere carrière gehad. En hij groeit gewoon heel erg snel. Dus dat is wel een speler die ik heel graag wil hebben. En hij heeft gewoon een hele hoge potential.
Ja, wat zou ik doen? 15 miljoen? Ja, ik denk toch gewoon begin met 15 miljoen. Het zal vast rond de 20 miljoen uit gaan komen, maar Tielemans is gewoon een hele goede voetballer. Als ik Tielemans zou kunnen kopen, dan heb ik een hele goede versterking voor het middenveld. Dus daar ga ik dan maar voor. Oké, Tielemans heeft Boddel aanvaard. Dat vind ik best wel vreemd, omdat ik weet dat hij meer waard is. Moussa wil 12,5 miljoen. En Maher is verkocht. Dus ik kan vanuit geld van Maher kan ik zo wat Tielemans kopen. En Tielemans heeft een heel lage vraag voor zijn salaris. Dus dat doe ik dan gewoon zo. Dan heb ik Tielemans waarschijnlijk al bij de club. En dan moet ik even kijken. Moussa 12,5 miljoen. Ik denk dat 10 miljoen of 11 miljoen. Dat zou dat ook wel oké vinden. Dus ik doe gewoon 11 miljoen. Dan zouden we Moussa en Tielemans hebben. Dan zouden we twee toppers in principe hebben. Voor bij PSV. En aangezien Maher weggaat, die ik niet heel erg fijn vind. Ook hoe die in het echt is. Ik vind dat niet echt een speler die ik graag bij mijn team wil hebben. Tielemans is geaccepteerd. Dus Tielemans zit al bij onze club. Dat is een hartstikke goede middenvelder. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan hebben wij ook nog CSKA Moskou, die het aanvaard hebben voor heel weinig geld. Dan kan ik dan 90.000 salaris op gaan bieden. En wat zou ik hem geven? Ik denk gewoon een belangrijke speler als team. Moussa pak ik eigenlijk puur alleen omdat hij nog best wel jong is. Omdat hij ook nog heel veel snelheid heeft. En dat is wel een goede speler is bij mijn team. Ik hoop wel dat hij het aanvaardt. Want het zou best logisch zijn als hij het niet zou aanvaarden. Ja, zie je. Ik hoor hem met veel plezier. Dus dat betekent eigenlijk gewoon in FIFA woorden dat hij meer salaris wil. Doe maar gewoon dit, cruciale speler in het team, want ja, hij gaat wel vaker in de basis staan, neem ik aan. Misschien dat hij nu wel zegt van ja, weet je wat, ik kom al naar het team omdat het best wel een goed team is. En hij accepteerde het inderdaad, voor 4 jaar hebben wij dan ook nog Moussa bij het team. Dan hou ik deze 12 miljoen over voor misschien in de winter nog wat nieuwe spelers te kopen. Dat lijkt me wel zo slim. En dan hebben wij nu wel... Ja, we hebben redelijk wel wat goede spelers erbij gehad. Even kijken. We moeten zien hoe het eruit ziet met deze twee nieuwe spelers. Dan zie ik Tielemans, zie ik hier al staan. Moussa ook. Allebei 76. Dat vind ik helemaal niet zo heel slecht eigenlijk. Ik kan eigenlijk wel lager voor. Ik ga Tielemans sowieso in de basis staan. En laten trainen. En Moussa, ja. Kijk, weet je wat Moussa is? Kijk zijn snelheid. Ja, daarom koop ik hem. Omdat hij is gewoon zo fijn. Ik kan hem waarschijnlijk ook gewoon op de flanken zetten. En met Moussa heb ik gewoon een hele sterke speler erbij. De laatste wedstrijd van deze aflevering spelen we tegen Heerenveen. Ik verwacht op zich wel dat we hier meer kans tegen maken dan de wedstrijd tegen NEC. Omdat we ook meer conditie hebben, langer niet gespeeld hebben. We spelen nu met een beter team, we spelen nu met een wisselteam, met het eerste team. En ik heb trouwens op het middenveld een kleine aanpassing gemaakt. Ik heb namelijk, zoals je nu kan zien, heb ik Tielemans in de basis gezet. Ik heb hem namelijk op de plek van Prupper gezet. Ik weet niet of dit blijft of niet. Maar in ieder geval, ik had er veel vertrouwen in dat we deze wedstrijd wel pakken. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd waar we met 2-2 gelijk spelen tegen NEC. What the fuck? What the fuck? We staan met 1-0 achter en hoe dan? Ik had het helemaal niet door tot er überhaupt heel erg veel dreiging was van een kans. Kijk, daar had ik gewoon slecht verdedigd. En die voorzet die komt dan zo makkelijk voor Jeroen Zoet. En dan staat er ook nog Hector Moreno bij. Maar op de een of andere manier verlies ik gewoon het kopduel. Tegen wie de fuck, tegen Tevreden verlies ik gewoon het kopduel. En daarmee sta ik gewoon met 1-0 achter na de eerste helft. En de eerste helft is ook meteen afgelopen. Met 1-0 achterstand gaan we de eerste helft dan uit. Nou, wat? Ja, ik heb er niet over te zeggen. Ik denk dat we de tweede helft gewoon dan volop moeten gaan aanvallen. En de wedstrijd moeten gaan pakken. Want ik wil deze wedstrijd gewoon echt niet verliezen. Het gaat echt niet goed en namelijk Mbolo voor Moussa gewisseld. En ik ga Ismat Marin erin zetten voor Bruma. Ik hoop dat met deze wedstrijd misschien wel een heel stuk beter gaat. We hebben nog een half uur om 2 doelpunten te maken om de overwinning binnen te pakken. Jeroen Zoet weet hem ook nog niet te klemmen. En dan gaat de bal het centrum in. En dan is het niet 2-0. Oké, kom op, vertrouwen. Een counterkans en we zijn weg. Moussa is weg. Onze nieuwe aanwinst. Kan die meteen zich bewijzen? Dan moet hier... Oh, Moussa... Moussa. Het is afgelopen. Het is gewoon afgelopen. Ja, we hebben de eerste wedstrijd verloren in de Eredivisie, jongens. Oh, wat slecht dit. Het is geen goede aflevering geweest. We verliezen deze met 1-0, vorige keer 2-2. Moussa bewees zichzelf niet en kwam er niet echt omheen. Helaas hebben we dus verloren. We hebben 0 schoten gehad. 0. En 37% balbezit moet dus echt kapot schamen voor deze zo slechte wedstrijd. Dit was dan de 4e aflevering van de PSV-carrière. Volgende wedstrijd gaan we beginnen in de Champions League. En we zijn ondertussen al in de maand september. In deze maand hebben we 2 Champions League-wedstrijden nog op het programma staan. Nog een wedstrijd tegen Heracles en nog een wedstrijd tegen FC Utrecht. Tegen Lazio en tegen Valencia in de Champions League.
en tegen City in de Champions League. We hebben op zich wel een redelijk moeilijke pool in de Champions League ziet nu. Lazio en Valencia moeten we pakken om door te gaan. Dat gaat waarschijnlijk al goed komen. De omen naar blauw heb je weer omhoog. PSV carrière wordt altijd heel erg goed ontvangen. Dus ik hoop dat dat vandaag weer zo is. En dan zie ik jullie allemaal weer in de volgende aflevering. Later.